West-Klaaskree krijgt binnenkort een 13 kilometer lange geasfalteerde weg. De werkzaamheden hiertoe zijn reeds geruime tijd gaande. Stichting Landbouwontwikkeling, Klaaskree en Omgeving, Lokeo, is de motor achter dit project. Wij spraken hierover met Sandino Radling. Het is ontstaan eigenlijk omdat we in 2012 eigenlijk bezig waren. Ik was bezig in de omgeving met kleinlandbouw, dus teelt van zaven enzovoort. Ik ben dus zeg maar, mijn ouders en grootouders zijn afhankelijk uit dat gebied, Kopondo, Bronsweg met name en Klaaskree. En ik was inderdaad dus bezig op 5 hectare grond, daar de omgeving, op een stukje grond dat ik heb, met de landbouw. De toenmalige kapitein, hoofdkapitein Weilen, Michael King, die is intussen overleden, hoor, maar die was dus toen nog aanwezig en die heeft toen gevraagd, indien ik niet wil helpen, om het gebied ten westen van Klaaskree. Zoals je weet zijn de meeste Marokkaanse dorpen gelegen oostelijk van de Afobakaweg, langs de rivier. Ja. Maar hij had dus een visie om ook uit te breiden richting het westen. En hij wilde dat gaan doen omdat hij natuurlijk ontwikkeling wilde voor zijn gemeenschap. Dus landbouwontwikkeling, ontwikkeling van ondernemerschap. En er speelde ook een ruimtelijk-ordelijk aspect. Hij wilde dus gaan uitbreiden richting daar, omdat er dus ook het raakte bevolkt, het raakte dus te druk. Het werd te druk in Klaaskree zelf. En er was dus behoefte aan uitbreiding. Oké. Dat is dus toen, gedaan. We hebben dus toen aangepakt. Stichting Landbouwontwikkeling in Klaaskree is opgericht. Ik ben bij voorzitter, hebben we nog 5 leden die dus zeg maar afkomstig zijn uit Klaaskree zelf en ook uit Bronsweg. We zijn gestart met de weg. De bedoeling is dat we dus 2000 hectare grond ontwikkeling gaan brengen in de vorm van kleinlandbouw, dus agriculture, horticulture, dus zeg maar ook veeteelt. En op een gegeven moment industrie. Maar wat maar belangrijk is dat je dus dit alles doet met de milieuaspecten. Dus dat je dat doet met de milieuaspecten in dingen nemen, ook in dingen nemen. Dat je dus niet alles in, vernietigt. We zijn dus gestart, we hebben het opgezet, we hebben de eerste fase dus toen gedaan. We hebben een weg van om en bij 1 kilometer aangelegd. Dat hebben we kunnen doen toen de tijd met sponsoren en donaties van bedrijven en partijen die dat ondersteunen. Dus dat is dat project. En we hebben dus vanaf 2021 eigenlijk hebben we aanvang gemaakt met het aanleggen van de weg. Dat hebben we gedaan met Surfswam. Dat is dus een werkarm van het ministerie van LVV. Die hebben we toen benaderd en gevraagd en die ze willen helpen. Is toen ook gebeurd. We hebben dus weer een aanvang gemaakt met de weg. We hebben intussen 4 kilometer om en bij aangelegd. Maar ook dat bleek niet voldoende. Hè? Ik bedoel, Surfswam die heeft een pakline, die heeft wel equipment ter beschikking. Maar gezien de ligging van het gebied, bergachtig enzovoorts, de kreekjes en zo die er voorkomen, heb je dus wat zwaarder materiaal nodig en dus ook meer financiën. Ja. En we hebben dus toen eigenlijk besloten dat we dan ook gaan aankloppen bij NGO's, dus bij instanties, bedrijven die actief zijn in Brokopondo en die dus fondsen hebben voor projectontwikkeling.